Laura. Nee. Ja, je zit er nog niet echt lang bij. Hoe is het bevallen, zeg maar, het eerste half jaar bij het Nederlands Waterpolo-team? Ja, echt super. Alles, ja, het was allemaal best wel spannend allemaal, maar ik heb wel gewoon genoten. En ja, ik heb ook wel kunnen laten zien, ik heb ook veel tijd, speeltijd gekregen, dus ik heb wel kunnen laten zien wat ik kan. En daarvan heb ik zeker wel genoten. Je hebt deelgenomen aan het WK in Shanghai. Ja, het resultaat was niet echt om over naar huis te schrijven, maar ja. Wat heb je specifiek geleerd daar? Nou, sowieso gewoon het niveau ligt natuurlijk veel hoger dan ik gewend was. En ja, ik heb gewoon geleerd om tegen veel sterkere midfors en veel betere midfors te spelen. En ja, vooral gewoon het fysieke. Dat, ja, en natuurlijk gewoon ervaring opdoen qua... Ja, dat je zenuwen, zal ik maar zeggen, een beetje moet kunnen controleren. Ja. Ja, dat soort dingen. En zeker ook met de meiden die hier, dan leer je gewoon elke training wel gewoon steeds meer van. Ja. Want ze hebben ook specifieke aanwijzingen voor jou, met name de routiniers in het Nederlands team. Nou, vooral als ik kijk naar mid-achter ben ik zelf ook. En Jasmin Smit natuurlijk ook. En ja, zo specifieke dingen van een beetje met contact houden met de mid-achter. Of met de mid-voor, sorry. Ja, dat soort dingen, dat leer ik ook gewoon altijd wel bij haar terecht en zo. Je bent nog heel jong. Ik bedoel, dit is een hele intensieve periode bij het Nederlands team. Met elkaar, continu eigenlijk aan het trainen. Wat wordt er uiteindelijk gedaan na het waterpolo? Dat is nog een hele tijd weg, normaal gesproken. Nou, voorlopig ben ik nog niet verpland te gaan stoppen, nee. Maar ja, ik ben nu ook gestopt met mijn studie wel voor dit jaar. En die wil ik wel gewoon in de toekomst gewoon afronden. En daarna ja, misschien toch wel verder in de sport blijven, maar... Ja, dat kan ik nu nog niet zo goed bepalen, maar voorlopig ben ik nog lang niet klaar mee. Dus.